Foto Jordan Strauss in Vision app. Netflix breekt alle banden met acteur Kevin Spacey. Nu er steeds meer verhalen opduiken over ongewenste intimiteiten door de ster van House of Cards. Netflix wil niet betrokken zijn bij een volgende productie van House of Cards waaraan Spacey deelneemt, verklaarde een woordvoerder van het bedrijf. Kevin Spacey vertolkte met het personage Frank Underwood de hoofdrol in de populaire televisieserie. We gaan blijven samenwerken met MRC productiebedrijf Media Rights Capital om te kijken hoe het verder moet met de show. Aldus Netflix, de streaminggigant zegt ook zijn medewerking op aan de film Gore over de schrijver Gore Vidal waar Spacey in meespeelt en meeproduceert. De opnames van de film zijn al achter de rug. Hij zou normaal volgend jaar in de zalen komen. Eerder deze week kondigde Netflix al aan dat het de opnames van House of Cards voor onbepaalde tijd had stilgelegd. Het zesde seizoen zou ook meteen het laatste zijn van de populaire reeks. Zowel een productieassistent als enkele leden van de opnameploeg zouden Spacey beschuldigd hebben van ongewenst seksueel gedrag.